Als mensen dan zeggen van ja, met deze blessure wordt het lastig. Ja, dan begin ik eigenlijk te glunderen en denk, nou, laat maar zien of dat lastig wordt. Je wist dat het heel lang ging duren en toch breng je het op om toch elke dag er weer voor te leven eigenlijk. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. Goed, ik heb nou een nieuwe vriendin, die fietst ook. Ik wil over 4 jaar wereldkampioen worden. Het is heel ambitieus. Ik zal niet zeggen dat het onrealistisch is. Je zult daar wel echt voor moeten leven. Het begint vorig jaar. Ik ben toen eigenlijk geswitcht van team. Niet omdat ik persoonlijk niet met mensen kon, maar het was gewoon puur sporttechnisch. Ik had het gevoel dat er niet het maximale uit me gehaald werd. De laatste jaren, dat is allemaal niet makkelijk gegaan. Je weg vinden en loop tegen drempels aan en je komt achter dingen waar je eerst nooit geen probleem mee had. De papendal is alles top geregeld en nou moest ik in één keer zelf alles regelen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk hier altijd wel jarenlang verwend bent geweest. Maar goed, toen ik dat eenmaal een beetje mijn flow in had gevonden. En toen ging het eigenlijk steeds beter. En heb ik hele mooie battles gehad met oude teamgenoten ook vooral. En uiteindelijk sluit je af met de wereldtitel in 2019. Ja, dat is mijn keer mijn hoogtepunt van mijn carrière geworden. Swamp and Gent taking the title. Kimmen in 2-4 seconds behind. Vervolgens bereid je jezelf weer voor op het komende seizoen, het huidige seizoen 2020. En echt de laatste zware week voor de eerste wereldbeker in Australië. Loop ik eigenlijk de grootste blessure van mijn leven, van mijn carrière op. Toen we daar in Australië waren, het ziekenhuis binnenkwamen, vertelden ze dat mijn schippersbordje uit de kom was. En dan denk je, ik heb wel vaker met een bijltje gehakt, de blessures en dergelijke. Mezelf kennende, ik vecht me er wel doorheen. Maar een botbreuk is toch anders dan je banden scheuren. En dat je dat soort dingen eigenlijk weer een soort van moeten reconstrueren. Ja, dan komt er toch wel een heel ander herstelproces bij kijken. Inmiddels zijn we 17 weken verder. En dus voor iedereen vanzelfsprekend dat je dit kunt, zeg maar, met je hand. Is voor mij nu 17 weken verder en ik kan dit. Ja, dan, als je dan in één keer daarachter komt dat het eigenlijk wel flink tegenvalt. Ja, dan krijg je wel emotioneel wel wat klappen te verwerken. Dan ben je heel blij dat je al vaker in deze situatie hebt gestaan eigenlijk en dat je dit meegemaakt hebt. Dus dan weet je jezelf ook alweer op de been te krijgen. Daarom moet ik ook zeggen dat het wel heel fijn is dat ik, ik heb nou een nieuwe vriendin, fietst ook. Dat je dan pluk tegen bent gekomen, dat je dan samen eigenlijk elkaar een beetje motiveert met trainen en dergelijke. En dat werkt wel heel positief voor ons allebei in deze periode van wedstrijdstilte. Het is wel het doelgerichte doorzettingsvermogen wat hij heeft. Oh ja, ook met die hand. Ik bedoel, je wist dat het heel lang ging duren en toch breng je het op om toch elke dag er weer voor te leven eigenlijk. Het is niet dat je de kantjes vanaf loopt omdat je weet dat er geen wedstrijden zijn en omdat je, dat vind ik wel heel mooi aan jou. Dat is altijd 100%. Ben je ervoor je gezicht zit er beter tussen de camera's, hè? Ja, en ik kon alle hulp wel een beetje gebruiken, ook gewoon thuis. Dat, kon ik zijn hand af en toe een beetje masseren en zo, want dat littekenweefsel, dat is best wel tight. Nou kun je alles wel weer, alleen toen was je zo beperkt eigenlijk in heel veel dingen. En was het wel heel fijn dat er gewoon iemand was eigenlijk die je kon helpen. En die het ook niet erg vond om een keer te helpen eigenlijk. En dat is wel, en dan samen ook een beetje te gaan trainen en dat werkt wel qua structuur. Ja, werkt dat wel een stuk beter eigenlijk. Ja. Mijn coach merkt het ook wel. Die is wel zoiets van
wat je in het verleden eigenlijk maar de helft van de tijd deed, doe je nu wel elke dag. Fietsen en eerst ook voor de hobby en toen werd het op een gegeven moment kreeg ik een keer contract aangeboden. Toen had ik zoiets van ja, weet je, whatever, we gaan daar maar voor en we zien wel waar het schip strandt. Maar dat vond ik ook steeds leuker te vinden, ook om er op die manier mee bezig te zijn. En mijn ouders hadden op het begin ook zoiets van zou je niet beter studeren? En dan krijg je het juist weer zoiets van nou ja, dan ga ik juist absoluut niet meer studeren. Dan wil ik het ook bewijzen ook dat ik het kan. Ik wil over 4 jaar wereldkampioen worden. Ja. Ik loop natuurlijk al vanaf mijn 17e mee. En ik kom eigenlijk in aanraking op de 17e met sport. Ergens zie je jezelf heel erg terug in dingen. Als ik naar Puk kijk, alleen dan wel 4-5 jaar geleden. Je weet welke stap je zelf hebt gemaakt en probeert het dan hier en daar bij haar subtiel binnen te, in ieder geval te brengen. Alleen ik ben niet subtiel, dus ik breng het gewoon. En dat komt af en toe een beetje lomp en hard aan, maar gelukkig kan ze daar wel iets in hebben. Hey! Je had al geslagen. Ja, ik heb je al geslagen, maar toch. Ja, soms dan wil het niet helemaal. En dan wil je gewoon te veel en het lukt op dat moment niet. En dan krijg je al meteen zo van, hè toch? En dan zegt hij ook van, ja, maar dit zijn juist de momenten. Als je dat wil, dan moet je nu ook voor dat doel over 4 jaar ook eraan werken. Het is niet dat je een week gaat trainen en dat je het over 4 jaar gaat worden. Ik ben vanaf mijn 4e aan het fietsen. Ja. Ik ben al bijna 10 jaar prof. En na 10 jaar fulltime trainen, word je wereldkampioen. Ja, dat is heel gaaf. Maar als jij zegt dat je het binnen 4 jaar wil worden. Je traint pas 2 jaar fulltime. Dat is een heel ambitieus doel. Doordat ze dat ook een beetje uitspreken naar mij toe. Dat vind ik heel leuk dat ze doet. Ik bedoel, dus ze heeft echt wel de potentie op de fiets. Want het is heel ambitieus. Ik zal niet zeggen dat het onrealistisch is. Alleen, je zult er wel echt voor moeten leven. Voor mij moest er natuurlijk wel van alles veranderd worden. Gewoon in leefstijl. En het is wel fijn als je dan allebei hetzelfde doet. Ook qua eten en 's ochtends gaan trainen en dan rusten en zo. Als je dat dan samen doet, dan wordt het een heel stuk makkelijker. Maar het is ook wel heel lekker als ik gewoon lekker op de baan ben met Papendal en dat ze daar gewoon niet is dan. Dat is ook wel even heerlijk. Dat mijn kracht wel gewoon een intrinsieke motivatie ligt. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om eigen grenzen op te zoeken. En dat is ook een reden waarom uiteindelijk dit dan gebeurt. Het is ook mijn valkuil. Maar het is ook mijn kracht om dan, als iedereen zegt dat iets niet kan, om daar dan toch tegenin te gaan en proberen te laten zien dat het wel kan. Dus als mensen dan zeggen van ja, met deze blessure wordt het lastig. Ja, dan begin ik eigenlijk te glunderen en denk ik, laat maar zien of dat lastig wordt. Je weet gewoon van ik wil het oude niveau weer halen. En ik ben van nature een trainingsbeest. En ik vind het heerlijk om mijn ding te doen, om mezelf tot het uiterste te drijven. En daarmee kan ik deze periode prima doorkomen. Half werken doe je niet aan. Als je iets begint, dan gaat het wel goed. Dat doe je wel met alles. Dat drijf je wel echt met alles door. Fijn hè? Ik probeer ook 100% iets voor jou te maken. Lukt alleen niet. Ja, wat ik wel knap vind is eigenlijk hoe zij de eigen pad heeft uitgestippeld. Ze moest van heel ver komen en kijken waar ze nu staat. En denk, dat is toch best wel knap als je dat in 6 jaar tijd voor elkaar kunt krijgen. Ook in deze periode, je probeert elkaar zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. En als ik een goede training heb gehad, dan is ze ook blij met mij en andersom. Ja, als ik dan kijk naar vorig jaar, toen kom ik ook uit een periode waar ik niet lekker in mijn vel zat. Ik ben gewoon uiteindelijk gaan doen wat ik dacht dat goed voor mij was. Dus gewoon je gevoel achterna gaan, daar een plan mee maken en kijken of je het waar kunt maken voor jezelf. Uiteindelijk heeft mij dat afgelopen jaar de wereldtitel gebracht waar ik 9 jaar lang naar op zoek was. Ja, dicht bij jezelf blijven en gewoon doen waar je in gelooft.